Dit wordt weer een heel leuk filmpje voor jullie, maar ook voor mij een heel spannend filmpje. Want ik werk namelijk met twee nieuwe camera's en ik weet nog niet zo goed hoe dat ze werken. Maar we willen natuurlijk alles zo goed mogelijk voor jullie in beeld brengen. En dan nog het volgende. Ik kreeg het commentaar van mijn kinderen en zelfs de vrienden van mijn kinderen. Die zeiden, elk filmpje begin je met hallo allemaal. Nou ja, daar werd een beetje lacherig over gedaan. Dus hier bij Sarah en Tijmen, ik verander het nu in dit filmpje. Dus daar gaan we. In dit filmpje laat ik jullie een opsteektechniek zien, althans meerdere, wat vlechttechnieken en zelf slag leggen. Nou, het zijn allemaal makkelijke technieken die je zelf echt wel kan beheersen door ze te oefenen. En ik doe alles op een dolhead. Dat is natuurlijk voor jouzelf thuis ook het makkelijkste. En ik krijg heel vaak de vraag op social media, hoe kom ik nu aan zo'n dolhead? Nou, ik heb het volgende voor jullie kunnen regelen. Dit is een dolhead van 60 centimeter lang haar en het is ook echt haar. Dit heb ik namelijk nodig om het goed op te kunnen steken. Er zijn dolheads op de markt van synthetisch haar, die kosten misschien 40 euro, maar daar kan je niks mee. Als je daar een krultang of iets dergelijks in zet, dat plakt er gelijk aan vast dat haar smelt. Dit is een dolhead ter waarde van 150 euro. Maar die kan ik jullie aanbieden voor 120 euro, maar dan krijg je daar het volgende nog bij. Je krijgt er een tafelstandaard krijg je erbij met twee van die opzetstukjes voor stel je voor dat er eentje breekt. En die kan je heel makkelijk door dit mechanisme op je tafel schroeven. Dan vervolgens heb ik hier drie producten staan. Die krijg je er ook bij. En dit is heel belangrijk voor het opsteken van haar. Want waarom? Ik prep al het haar met de Ocean 5 spray. Dat is een beach spray die maakt het haar wat stugger. Want als je gaat opsteken, dan wil je niet dat het haar echt te glad is. En deze heeft een waarde van 19,90 euro. Dan de volgende is de Glam Shine. De Glam Shine zorgt ervoor dat de pluishaartjes wat rustiger worden. Dat je toch een glansje op het haar krijgt en is ook heel makkelijk in het haar te verdelen. Dan het laatste product, de Kera Spray. Deze is 9,90 euro. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar deze is ook 19,90 euro. Deze is 99 Kera spray, een hele fijne working spray. Want als je het haar gaat opsteken, dan wil je niet met een te harde haarlak werken. Dat je allemaal die harslaagjes op het haar krijgt. En deze is, die kan dan erop spuiten, doorborstelen en je hebt totaal geen residu op het haar. Dus in dit filmpje vier opsteektechnieken en wil je zelf thuis aan de slag, dan kan je dus deze spulletjes bestellen op www.kishaircare.nl. Voordat je gaat opsteken is het belangrijk om het haar voor te preppen. Je wil namelijk dat het haar wat stugger is en daarvoor gebruik ik de Ocean 5. Wanneer het haar super zacht is, is het ook niet fijn om het op te steken. Ik neem een verticale passé. Daar spray ik met een afstand de Ocean 5 spray erop. Ik zorg dat mijn passé doorgekamd is. Daar. En dan met een dikke krultang en die gebruik ik verticaal. Ik wil hem naar achteren krullen, dus het klepje gaat aan de voorzijde. Dan gaat hij dicht, pak ik hem aan de bovenkant vast, trek ik hem naar me toe. De punt is beneden. Dus op deze manier laat ik het klepje vieren, ik draai hem weer op en zorg ten alle tijde dat die punt beneden blijft. Wanneer dan de punt er uiteindelijk in zit, dan geef je hem nog een paar seconden mee. En dan laat je hem naar beneden glijden. Nou, wat dan belangrijk is dat je het haar even laat afkoelen. En dan ga je helemaal rondom, kijk want ik heb hem al voorgewerkt. Ga je hem helemaal rondom, ga je in 8 passés, ga je het haar op deze manier krullen. Dus in een relatief snelle tijd heb je dat gedaan. Nou, en als ik het dan door kan, dan zie je dat ik gewoon een mooie puntkrulling heb, want dat heb ik ook nodig voor het opsteken. En aan de aanzet is die gewoon wat mooi gladder. Dus op deze manier kan je dus je model of je dolhead preppen voordat je gaat beginnen. Nou, deze zet ik dan opzij, want dan begin ik gelijk bij de eerste. En stap voor stap zal ik alles aan jullie uitleggen. Nou, wat heb ik hier gedaan? Ik heb eerst een afdeling gemaakt in een V-vorm. Ik zal het even goed in de camera laten zien. Kijk, de V-vorm die stopt op het achterhoofdbeentje. En aan de voorzijde
draai hem even naar jullie toe. Aan de voorzijde ben ik dus begonnen. Halverwege de wenkbrauw heb ik de eerste scheiding erin gezet. En aan de andere kant heb ik ook de scheiding erin gezet. Nou, vervolgens dan draai je dat haar. Dat draai je op. En dat zet je even vast. Ik pak even... Nee, ik neem een ander klemmetje. Ik heb geen klemmetje. Kelvin, zou je mij dat klemmetje daar even aan kunnen geven? En nou horen jullie ook dat we het gewoon allemaal rechtstreeks gelijk opnemen. Met geluid. Een keer wat anders als de voice-over. Oké. Dan heb ik dus hier mijn V-vorm. Dan ga je net daaronder, achter het achterhoofdbeentje, ga je de paardenstaart ga je erin maken. Nou, dat heb ik met een speciale techniek, met een elastiekje gedaan. Maar later in het filmpje zal ik jullie ook precies laten zien hoe. Ik ga dit middenstuk ga ik vlechten. Ik wil hier volume willen creëren. Nou, als je dan goed kijkt, dan zie je dus dat daar een wafelijzer in zit. Dat dat met een systeem is gedaan van een wafelijzertje. Nou, ik heb het met dit wafelijzer heb ik het gedaan. Ik heb het natuurlijk ook allemaal al voorbereid. Een niet al te grof wafelijzer. En wat je dan doet, is een klein passeetje pak je dan. Daar. Ook dan pak je weer je Ocean 5 spray van Kiss. Dat spray je net er eventjes op. Beetje met afstand, niet te dicht erop, anders wordt het te nat. En dan doe je zomaar net 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elke keer snelle 3 seconden. Zet je die aanzet, zet je erin. Nou, als je dan daadwerkelijk gaat opsteken, dan gaan we eerst dit bovenste gaan we doorkammen. Dit gaan we doorkammen. Op deze manier. Nou, daarvoor gebruik ik dan die Mason Pierce borstel. En dan ga ik het invlechten. En let op, als je het gaat invlechten, dan is het belangrijk dat je losvlecht. Dus niet te strak, want ik ga het later namelijk helemaal uittrekken. Ik hoef het voor de rest niet te touperen. Dan maak ik er 3 strengen van. En dan ga ik er overheen en de onderdoor. De buitenste weer de overheen, de onderdoor. Je kan al zien dat ik weinig spanning erop heb. Dan pak ik een grove passé, dus niet te fijn. Een grove passé pak ik dan. En die gaat er overheen, de onderdoor. Ik zorg constant dat ik 3 strengen in mijn hand heb, want dan heb ik mijn linkerhand vrij om weer een passé te pakken. En ook weer hier. Je kan het zien, het is echt een grove passé, want later in het eindresultaat zie je dat terugkomen. Die gaat weer over mijn eerste passé heen en weer eronder door. En zo herhaal ik constant mijn techniek. Dus ik ga er overheen, eronder door. Zorg dat je die 3 strengen in je hand houdt. Dat je je andere hand weer vrij hebt om een passé te pakken. Niet aantrekken, dus hou hem los. Want dan heb ik later de vrijheid om hem helemaal uit te trekken. Nou, en dan vlecht je hem helemaal tot onderin, hè, tot daar waar je die staart hebt gemaakt, vlecht je hem door. Wanneer je aan bent gekomen, bij het achterste gedeelte hier, daar mag hij wel ietsje strakker tegen de hoofduit aan. Dus ik pak hem mijn streng weer bij. Daar. Ik neem mijn handen wat mee naar beneden, trek hem ietsje strakker, trek ik hem aan. Laatste passé erbij. En dan vlecht ik hem even een klein stukje door, want dat is wat makkelijker vasthouden. Daar. Voordat ik het elastiekje eromheen ga doen, ga ik nu eerst eventjes het haar wat verder eruit trekken. Dus ik trek eraan op deze manier. Kijk, en dan zie je al dat er een vorm in gaat komen. En nu heb ik ook de vrijheid om het aan het haar te trekken. Oké. Dan vanuit hier zet ik mijn dolheid weer een beetje omhoog. Daar. Oké.
En dan ga ik die twee staarten, die ga ik met elkaar verbinden. Ik vind het zelf altijd ideaal om te werken, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, eventjes kijken, met een elastiekje met twee schuifspeldjes eraan. Dat elastiekje, dat kan je makkelijk zelf maken. Dat kan je kopen op een, nou ja, op een rol van misschien wel 2 meter. En dan kan je zelf 2 lusjes eraan maken. Want nu heb ik namelijk de vrijheid. En ik zal even de camera goed draaien. Of mijn dolhead draaien. Dan kunnen jullie het goed zien. Ik open mijn schuifje niet. Ik duw er mijn schuifje in. En dan heb ik nu de vrijheid om te draaien. Dan hoef ik niet constant die staart doorheen te trekken. Nou, als ik dan aan het einde ben gekomen, dan doe ik hem eventjes draaien. Dan open ik mijn schuifje niet, maar ik duw hem erin op deze manier. Kijk, en dan kan ik heel makkelijk een staart maken zonder dat ik heel die staart er elke keer doorheen hoef te trekken. Dan nu wil ik het elastiekje verbergen. En dat zal ik even, ja, even draaien, want dan neem ik hem even goed in beeld om aan jullie te laten zien. Even kijken hoor. Daar. Dan pak ik een U-pin. Die camera's zijn voor mij wel even wennen, want het werkt in spiegelbeeld, zie ik. Oké, maar zo'n U-pin. Een grote pin die aan de onderkant open is. En die stop ik onder het elastiek. Daar. Zie je dat? Voor de helft. Dus er zit er een helft boven en een gedeelte onder. Dan pak ik een klein plukje haar van onderaf. En die draai ik eromheen. Deze manier. Zo. Wanneer ik dan aan ben gekomen bij het uiteinde, dat zien jullie hier, dat kleine stukje. Die duw ik op deze manier. Zo. Door mijn U-pin. Want nu kan ik dus aan de onderkant aan die U-pin trekken. En dan verdwijnt dat laatste stukje. Die verdwijnt dan onder het elastiekje. Op deze manier weet ik zeker dat dat haar altijd om mijn elastiekje blijft zitten. En dat die niet loskomt. Nou, en dan vanuit hier ga je het dus vormgeven. Even kijken. Daarvoor heb ik mijn keraspray nodig. Het is dan gewoon een kwestie van trekken. En ben ook niet bang om aan het haar daadwerkelijk te trekken. Je hebt het ingevlochten. Het zit echt wel goed vast. En hiermee maak je het wat losser eindresultaat. Creëer je er dan mee. Dus het is echt vormgeven. Kijken wat je doet. He, aan de voorkant wil ik hem wat hoger hebben. En naar de staart toe wil ik hem wat gladder. Of wat dichter tegen de hoofdhuid wil ik hem aan hebben. Dus zo zie je maar, in een relatief korte tijd heb je hem er dan in zitten. Nou, dan de staart nog. Die kan je op zich kan je die zo laten. Maar je kan hem ook een klein beetje kan je hem tegenkammen. Dat je hem ietsje meer volume geeft. Dat hij wat meer fluffy is. Klein beetje met de vingers tegenkammen. Dat je hem net eventjes wat meer volume geeft. En ook dan is de keraspray is weer een heerlijk product om erin te sprayen. Want ik wil geen staart die echt helemaal vast zit van de haarlak. Dus op deze manier. Zo. Dit was de eerste. Gaan we nu gauw door naar de tweede. Eén kant heb ik al gedaan. Het is een wat oudere techniek van vlechten. Maar sommigen die vinden dat toch nog best wel moeilijk. Het is de boxerbreed. Het is een vlecht die er bovenop ligt. Nou, wat is belangrijk? Dat het haar soepel is, dat je geen knoop hebt. En daarvoor gebruik ik de Glam Shine van Royal Kiss. Want die zorgt ervoor dat al die pluishaartjes dat die weg zijn. En dat ik het heel makkelijk kan opnemen met mijn vingers. Nou, wanneer ik ga invlechten, wat ik net al zei, hè, bij die vorige, dan gaat de pluk er overheen de onderdoor. Maar wanneer je gaat opvlechten, is het net andersom. Dan is het er onderdoor de overheen. Dus dat ga ik nu ook proberen om zo goed mogelijk in beeld te brengen. Oké, mijn eerste pluk. Die verdeel ik in 3. Ik zal het even een klein beetje draaien, dat we het goed kunnen zien. Daar.
Drie passés. Of drie plukken. Daar beginnen we weer mee. Nou, ik begin met mijn linker passé. Die gaat onder de middelste door en over de buitenste heen. Hou elke keer die passés in je eigen of in je handen. Dan gaat hij weer de onderdoor de overheen. Nou, dan heb ik een klein beginnetje. Dan pak ik er een klein stukje pak ik erbij. En zorg ervoor... Kijk, ik leg die nou in mijn pink, want dan heb ik mijn linkerhand vrij om ervoor te zorgen dat die passé wel mooi glad is. Dus dan gaat hij weer de onderdoor de overheen. Op deze manier komt dus je vlecht er bovenop te liggen. Ik neem de drie strengen, die neem ik weer in mijn hand, zodat ik nu met mijn rechterhand een passé erbij kan pakken. Ik kam hem met mijn vingers, met mijn nagels, kam ik hem door. Maar ja, dat is het voordeel natuurlijk dat ik nagels heb. En dan gaat hij weer de onderdoor naar het midden, de overheen. Dus de handeling is net andersom bij invlechten. Dus daar ga ik weer. Even een beetje draaien, goed in beeld. Kam hem met je nagels door, dat hij mooi glad is. Hij gaat er in het midden, gaat hij er weer bij. De onderdoor, de overheen. Overpakken. De drie strengen weer in één hand nemen en dan ga je weer naar de andere zijde. Op die manier loop ik hem helemaal door naar beneden. Dus elke handeling is hetzelfde. De onderdoor, de overheen. Nu is het wel belangrijk dat je hem strak blijft aantrekken, dat hij goed strak op de hoofdhuis zit. Nou, ik heb zelf een dochter van 16. En die vindt het ontzettend leuk om met deze vlechten te lopen, die boxer braids, want het is helemaal hip op de dag van vandaag. Oké, de handeling nu tot onderin is hetzelfde. Dus ik pak er een passeetje bij. Als je een lusje ziet, echt eventjes goed strak trekken. Want het is het mooiste dat hij zo strak mogelijk is. Weer aantrekken, stevig tegen de hoofdhuid aan. Ik heb weer een plukje vrij. En zo gaat hij door. Nou, ik stop nu met praten, want elke handeling is hetzelfde. Dus dan kunnen we het beeld kunnen we ook wat versnellen. Komen in de nek en als je hem echt heel strak in de nek tegen de hoofdhuid aan wil vlechten, dan kan je nog je model naar beneden laten kijken. Voor mij is het nu iets moeilijker, want het is natuurlijk een dolhead. Maar als je je dolhead ook naar beneden laat kijken, dan zou je wat strakker tegen de hoofdhuid aan kunnen vlechten. Maar ik ga nu eventjes op deze manier door. Wat zit erin? Nou, dat is volgens mij een beetje lijm. Dat knippen we er zo dadelijk uit. Je komt wel eens wat tegen in de dolhead. Maar nu heb ik geen haar meer om erbij te doen. Dus ik ga op dezelfde manier door met vlechten. Dus de onderdoor, de overheen. De onderdoor, de overheen. Het is belangrijk dat je op dezelfde manier doorgaat met vlechten. Want anders krijg je een twist daar in je vlecht en dat wil je niet. En dan is het een kwestie gewoon helemaal tot onderin doorvlechten. Nou, dit was de tweede. En dan zou ik zeggen, door naar de derde. Bij de derde ga ik slag leggen. En jullie zien haar hier, drie rollen. Ik ga zo dadelijk uitleggen hoe dat ik gedaan heb. Maar ik ga eerst onderin een paardenstaart maken. Nou, ik wil van die pluishaartjes, daar wil ik vanaf. Dus ik met mijn Kera spray, spray ik met de schubbelaar naar beneden. Kan je zien, dan kan je het al heel mooi glad kan je het maken. En daarom is het zo'n fijne working spray, want ik kan gewoon blijven sprayen. Ik zie geen witte vlokken of iets dergelijks op het haar. En het haar is nog steeds doorkambaar. Nou, dan is die mooi glad is die geworden. En dan pak ik weer, want nu ga ik het goed laten zien. Nu pak ik weer mijn elastiekje met mijn twee schuifspeldjes eraan.
Nou, dan ga ik laag ga ik een paardenstaart maken. Dus ik kam het haar in mijn handen. Op deze manier. Ik open mijn handen en ik kam het haar kam ik erin en ik zorg ervoor dat mijn staart laag blijft. Dan, net zoals daarnet, het schuifje niet openen. Dat gaat dicht achter mijn hand. Schuif ik door. Dan kan ik nu met het elastiekje kan ik goed aantrekken. Op deze manier. Kijk, en wanneer je dan denkt, oké, nu kan ik niet meer verder trekken. Hij zit nu mooi strak. Het schuifje niet openen, maar weer terug erin duwen. Op deze manier kan je heel mooi een hele strakke paardenstaart kan je maken. Nou, dan ga ik door naar het volgende. Slag leggen doe ik maar met 3 kleine passeetjes. Dat komt namelijk over de rest komt dat te liggen. Wat is nu belangrijk? Ik zal het even loshalen en dan laat ik het jullie zien. Is je eerste slag, die wil ik naar achteren hebben en dan naar voren. Dus ik gebruik mijn krultang, de dikste de krultang. Dan pak ik mijn passé. Dan draai ik het haar met de clip open. Dus ik ga mijn clip niet dicht doen. Even kijken of ik het goed in beeld heb. Op deze manier draai ik hem naar voren in. Waarom? Dan duw ik hier eerst, dat zie je hier ook, je haar gaat eerst naar achteren, dan terug naar voren. Nou, die 3 passés die laat je dan afkoelen. Laat je eventjes zitten. En dan vanuit daar kan ik gaan slag leggen. Nou, wat is nu belangrijk? Dat zijn je slaglegklemmen. Zonder die klemmen lukt mij het ook niet. Deze passés, of deze krullen, die borstel ik heel goed door. Niet bang zijn om te borstelen. Dan kan je prima doorborstelen. Daar. Kijk, en als ik dan terug ga duwen, dan zie je al een soort van slagpatroon. Zie je er al in komen. Dan pak ik mijn kam. En dan kam ik dat haar al in de richting van mijn eerste slag. En als ik dan het haar terug opduw, zien jullie dat? Dan ontstaat er een brug. Dat is je eerste brug van je slag. Daar. Daar zet ik ook mijn klem op. Zo. Dus dan mijn eerste slag gaat naar achteren. Als ik dan ga kijken, dan zie je al, dat komt door mijn krultang, als ik dit haar naar beneden kam en ik duw het een beetje terug, dan zie je al heel mooi je tweede slag, zie je er alweer inkomen. Dus ik kam hem, ik duw, dan gaat mijn middelvinger op het middelste. Mijn andere wijsvinger, die gaat onder mijn brug en dan vervolgens op mijn volgende brug plaats ik weer mijn slaglegklem. Daar. En op deze manier ga ik door naar beneden. Kijk, je ziet alweer dit haar. Dat wil weer terug naar voren. Dus dat volg ik dan ook. Ik zet mijn vinger erop en dat haar gaat dan weer naar achteren. En op de brug vervolgens zet ik weer een slaglegklem. Daar. Dit onderste, dat zet ik met een schuifspijltje vast bij mijn elastiekje. Want die staart die ga ik toch opsteken. Dus dat is zo dadelijk, is dat weg. Dus nu open ik hem wel. Niet met je tanden. Let op. Daarmee zet ik hem op deze manier zet ik hem vast. Nou, het volgende is dan mijn Kera spray. Gaat er overheen. Lekker wat lak erop. En laat maar gewoon eventjes zitten. Dat hij op deze manier kan inharden. Zo. Oké, dan de volgende stap. En dan ook weer kijken hoe dat ik dat goed in beeld kan krijgen. Hier. Ja. Nu ga ik de staart ga ik doen. Nou, het haar, dat zie je ook. Het is nog een klein beetje dat de kleine haartjes zeg maar opspringen. Dus ik gebruik weer een klein beetje Glam Shine om die weer barstige haartjes, hè, om die wat rustiger te maken. Nou,
Dan vervolgens ga ik die staart, die ga ik in tweeën splitsen. Op deze manier. Dan ga ik daar een knoop in leggen. Dus ik maak een gat en één streng haal ik er doorheen. Dan trek ik hem een beetje aan en dan zie je dus, dan heb je je eerste knoop heb je te pakken. Dan ga ik er nog een knoop in leggen. Dus ik doe hetzelfde. Ga weer door die lus, gaat een streng. Ik trek hem aan. Dan heb ik nog een klein stukje over. Dus stel je voor dat je nu heel lang haar hebben, of dat je model heel lang haar zou hebben, dan zou je gewoon meerdere knopen kunnen leggen. Nou, hier ben ik nou op het einde. Dan pak ik een elastiekje en dan zet ik dat onderste, dat zet ik vast. Deze manier. Dan pak ik een schuifspijltje. En dat schuifspijltje, dat gaat op zijn kop, dus met de platte kant boven, gaat hij er doorheen. Waarom? Ik ga op deze manier ga ik het schuifspijltje erin zetten. En je wil nooit dat die opstaande kant van je schuifspijltje in de hoofdhuid zit. Want dat gaat irriteren, dat gaat pijn doen. Dus op deze manier duw ik hem in mijn elastiek. En nu kan ik de vrijheid, nu kan ik hem uit gaan trekken en kan ik hem vorm gaan geven. Dus dan pak ik gewoon een lus, pak ik vast, pak ik weer een schuifspijltje, gaat erin, ik open hem niet, duw hem erin en op deze manier ga ik het haar ga ik vorm geven. Dus je pakt een lus op, schuifspijltje niet openen en dat doe ik bewust, want anders zou je die schuifjes, die inkepingen kunnen zien. En ik zorg ten alle tijde dat de platte kant, dat de platte kant tegen de hoofdhuid aan zit van mijn schuifspijltje. Dus ik duw hem erin. En dan is het een kwestie van vormgeven. Dat je gaat kijken van nou, wat is de mooiste vorm? Kijk, normaal gesproken heb ik wel een spiegel voor mijn neus. Dat ik precies kan kijken van hè, waar ergens nog een ronding moet zitten of waar de ronding wat meer weg moet. Dus ik hoop dat jullie nou goed met me meekijken. Dat je gewoon denkt van nou, dat staat daar mooi en dat staat daar mooi. Nou, wanneer je dan je schuifjes erin hebt gestoken, dan zou je nog de vrijheid kunnen hebben om het nog allemaal wat verder, om het wat uit te trekken. Want door die knopen heb ik ook de vrijheid om het wat meer uit te kunnen trekken. Want ik weet toch dat de basis goed is en dat die vast zit. Oké. Nou, op deze manier heb ik een wat modernere twist gegeven aan mijn knot. En dan kan ik makkelijk mijn klemmen kan ik eruit halen. Dus je laat het los. Dan zie je daar je eerste slag zie je verschijnen. Dan vervolgens mijn tweede slag. En dan de laatste. Dat is mijn derde slag. Nou, dit is echt wel op een relatief snelle manier kan je dus slag leggen. Nou, dan gaat er nog wat Kerastase overheen om het allemaal vast te zetten. En zo zie je maar ook weer in een relatief snelle manier heb je dus mooi slag gelegd met een moderne knot. Nou, een moderne twist aan een knot gegeven. Oké, we gaan door naar de vierde. In dit opsteekmodeltje ga ik werken met donuts. Nou, zoals je kan zien, we hebben verschillende kleuren donuts. We hebben verschillende diktes van donuts. En als ik heel eerlijk ben, als je een goedkope donut wil vinden, ga naar de Primark of Hennes of Maurits. Dan voor 1 euro heb je ze in alle soorten en maten. Ik ga nu de zwarte gebruiken. Ik zou ook op zich deze kleur nog kunnen gebruiken, maar ik weet dat mijn donut compleet verdwijnt. Is het haar nou wat fijner? Kies dan voor de donut in dezelfde kleur. Of zo dicht mogelijk bij de kleur. Ik heb het al voorbewerkt. Nou, ik heb dus een paardenstaart gemaakt, maar voordat ik die staart heb gemaakt, heb ik dus hetzelfde met de Ocean 5 spray. Eerst met mijn dikke krultang verticale passées ingedraaid, zodat ik hier al een mooie slag in mijn paardenstaart krijg. Dan hierbovenin heb ik een rechthoek heb ik afgedeeld en heb ik dus met de dikke krultang, met deze dikte, even kijken, deze, heb ik dus 4 rollen heb ik naar rechts heb ik ingedraaid. Nou, ik pak de donut en die gaat eerst heel simpel, gaat die gewoon zo, hup, gaat die over het haar.
over het haar. Vanuit daar, kijk, ga ik terug met mijn hand erin. Kunnen jullie dat zien? Dus mijn hand zit langs de bovenkant van de donut, zit die erin. Nou, dan pak ik dat haar, dat pak ik vast en dat trek ik er doorheen. Dus ik krijg het haar om de donut en mijn losse passé. Dan is het heel makkelijk, ik zal hem een klein beetje draaien, want dan kunnen jullie het goed zien. Dan is het heel makkelijk om de twee buitenste zijden van die passé vast te pakken. En op deze manier rond te draaien, rond je donut. Die donut is dan in één keer weggewerkt. En net wat ik zeg, heb je wat fijner haar, dan pak dan de donut die dichtst bij de haarkleur ligt. Dan gaan wij schuifspeldjes gaan erin, dicht laten. Die gaat er recht in. Ik voel een stukje donut, ik voel de hoofdhuid. Zodra ik de hoofdhuid voel, duw ik mijn schuifje plat en steek hem erin. Zo ga ik rondom mijn donut. En dan weet ik zeker dat die vast staat. En dan later kan ik ook weer aan het haar gaan trekken, dat ik hem wat groter maak. Nou, je snapt hoe groter je donut, hoe groter je knot is. Dus daar kan je mee spelen. Maar houd er wel rekening mee dat je nog wel wat haar aan de bovenkant los overhoudt. Zodat je daar nog later mee kan werken. Nou, ik doe hem hier eventjes open, mijn schuifje. Want ik heb een wat dikkere passé heb ik te pakken. Hij zit ook aan de onderkant, dus dat zie je dan ook niet. Ook hier heb ik een wat dikkere lok. Dan pak ik wel mijn schuifje open en die steek ik dan ook zo, hup, in mijn donut. Dan nu kan ik al een beetje gaan trekken, dat ik hem wat fluffier maak. Ben dus ook nooit bang om aan het haar te trekken, dat je er wat meer vorm aan geeft. Kijk, en dan heb ik hier nog mijn passé heb ik nog los. En die kan ik dan nog een soort van los uitwerken over mijn donut heen, dat niet geheel die donut meer zichtbaar is. Nou, wanneer je met die losse plukken gaat werken, kan ik weer met datzelfde schuifspeldje, kan ik er doorheen. En dan gebruik ik gewoon mijn donut als basis om dat haar vast te zetten. Ik doe mijn schuifje ook nogmaals niet open. Gebruik je donut als basis. Steek je schuifje erin. En dan is het ook weer zoeken naar de juiste balans. Want dat is dus met opsteken. Hè? Ik kan jullie echt wel technieken gebruiken of technieken aanleren hoe dat je het snelste kan opsteken. Maar uiteindelijk die balans, ja, die moet je dus echt wel zelf gaan zoeken. En dan is het gewoon makkelijk met een spiegel voor je neus dat je precies kan zien wat je doet. Ik check gewoon een beetje in de camera. Denk ja, zo is mijn balans is wel goed. En dan vanuit hier ga ik naar de voorkant. Ik heb hem af laten koelen in de vorm. Ik haal mijn schuifspeldjes, oh, die haal ik eruit. Daar, de laatste. Zo. Oké, okay. Ik heb het dus met 4 rollen. Heb ik het dus naar, even nadenken, oh, links, rechts, het is altijd weer zo'n dingetje. Heb ik het naar rechts ingedraaid. Dan ga ik het ook naar de rechterkant toe, ga ik het uitborstelen. Daar, ik leg mijn hand eronder. En zorg dat je het heel goed uitborstelt. Dus dat leg ik over mijn hand. Daar. Kijk, en nou ben je natuurlijk vrij met die voorkant om te doen wat je wil. Ik zou het over de voorhoofd heen kunnen leggen, maar ik heb nu, nou wat zullen we zeggen, een rode lopenfeestje in gedachten. Dus er mag echt wel wat volume in zitten. Dan ga ik een lichte toupage geven. Dus ik zet hem er 1, 2 keer zet ik hem erin. Niet te vaak, want ik wil echt nog wel dat ik er overheen kan borstelen. Dat ik hem nog een beetje uit kan polijsten. Dus mijn kammetje gaat erin. Ik duw hem naar beneden. Ik duw hem naar beneden en meer niet. Je hoeft niet helemaal dreadlocks te maken. Want uiteindelijk wil ik die bovenkant wil ik wel weer wat meer polijsten. Dan de Keraspray. Die spuit ik er even gewoon wat tussen om iets meer stevigheid te geven. Het is ook geen natte haarlak. Dus het is ook niet dat je hoeft te wachten om te laten drogen. Maar zorg er wel voor dat je alles wel met een beetje afstand de haarlak erop spuit. Nou. Dan vervolgens ga ik hem wat meer polijsten. Zorg wel dat er wat toepaardje in blijft zitten. Daar. En dan komt hij.
dan pak ik hem over met mijn andere hand. Dus ik leg mijn rechterhand, leg ik er nu onder. Daar. Dan heb ik mijn linkerhand heb ik over en die klap ik naar achteren. Dan duw ik mijn hand, mijn platte hand, in het midden. Daar waar mijn hand de hoofd uit raakt, daar zal ik ook mijn schuifjes moeten gaan bevestigen. Dus ik haal mijn hand haal ik eruit. Ik druk nog wel met mijn vinger op de plek waar ik mijn schuifspeldjes wil hebben. Als je je schuifje wil openen, doe het met je vingers, doe het niet met je tanden. En dan op deze manier schuif ik ze erin. Zorg dat die goed vast zit. Dit mag echt wel met een paar schuifspeldjes meer. Maar uiteindelijk in het eindresultaat wil ik natuurlijk geen schuifspeldjes zien. Dus ook niet een overdaad van schuifspeldjes gebruiken. Kijk, en dan kan ik zo dadelijk die voorste pluk, kan ik wat meer gaan vormgeven. Dan met deze pluk maak ik de verbinding met de achterzijde. He, want uiteindelijk moet het wel één gevoel worden wat ik ga maken. En dan kan ik ook weer prima mijn donut gebruiken als basis om daar weer mijn schuifspeldje in te steken. Dat ik hem daar weer ook weer mee vastzet. Kijk, en dan is het een kwestie ook weer van uittrekken. Hoe los wil je het eindresultaat? Wil je het hebben? Nou, en dan is het een kwestie van fine-tunen. Als ik wil, kan ik hier ook nog iets of wat uittrekken. En zoals je kan zien, in een handomdraai heb je gewoon een heel mooi opsteekkapsel. Als je maar weet hoe dat moet. Dus ik zou zeggen allemaal, lekker oefenen. Succes! Jullie konden zien, in een relatief korte tijd heb ik dus 4 modellen opgestoken. Maar ik ga jullie nog wel een geheimpje verklappen. Toen ik, het begon in het kappersvak zo'n 28 jaar geleden. En daar kwam een klant in de salon om op te steken. Dan dacht ik altijd, oh, naar het toilet. Want ik wist niet waar ik aan moest beginnen. Maar uiteindelijk, na veel trainen en oefenen. En zolang je maar weet hoe dat de juiste basis zit. Dan lukt het je. Kijk maar naar mij. Ik kon het echt niet. Maar nu, in een paar minuten tijd, heb ik toch laten zien dat je makkelijk kan opsteken. Dus... succes allemaal!